instrumentenmakers. Achter elke man staat nog een man. Alle grote hoogleraren uit de geschiedenis van de Universiteit Utrecht hadden onmisbare hulp van hun medewerkers. Donders had Dirk Kagenaar, Bleuland had Petrus Koning en Van Litte Jeude had Toers Diesberg en Schubaard. Ze werkten niet alleen in de universiteit, vaak woonden ze er ook. Preparateur Schubaard hielp Van Litte Jeude bij het opzetten van zijn enorme verzameling. Petrus Koning kreeg vanaf zijn 13e anatomieles van Bleuland. Die leerde hem sexy te verrichten op overleden mensen. Hij was er zo goed in dat hij als chirurgijn zelfs het mes in de levende mocht zetten. Ook maakte hij modellen van was. Deze waren zo levensecht dat men van heinde en verre kwam om ervan te leren. En uit sensatiezucht. Techneut Dirk Barends Kagenaar was de Willy Wortel van Donders. Zo maakte hij de chronoscoop, de chimiografion, de pansvigograaf en dit beademingstoestel. Wetenschappelijke hits, maar ook commerciële successen. Zijn instrumenten werden tot over de grenzen verkocht. En zijn 40 jaar dienstverband aan de universiteit werd bijzonder gevierd. Veel modellen en apparaten zijn te zien in het Universiteitsmuseum Utrecht. Nog steeds leerzaam en nog steeds sensationeel.